Thank you.
Het eindigt hier in 1-1 vanmiddag. Het lijkt me een frustrerende middag voor jullie. Heb ik dat goed? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Want je hebt constant de overhand. Maar ja, we moeten gewoon zorgvuldiger zijn voor die goal. We moeten gewoon afdrukken. In de eerste helft, voordat zij die 1-0 maken, die zomaar uit het niets valt, hebben we genoeg mogelijkheden om zelf te scoren. Ja, en daarin zijn we gewoon niet doeltreffend genoeg. Ja, en dan weet je dat er een balletje aan de andere kant, dat er altijd een kans komt. Het was niet eens een kans, want dat was gewoon een zondagsschot. Ja, en dan loop je weer achter de feiten aan. En dat is gewoon zonde. Je noemt de gemiste kansen. Het veldspel liet af en toe ook, mensen ook af en toe steekjes vallen. Het is echt puur die gemiste kansen waar je zegt van dat, daar moeten we op gaan trainen. Of zijn er andere dingen waar je zegt aan de hand van deze wedstrijd, hier moeten we echt op gaan letten de volgende wedstrijd? Nou, we moeten wel zorgvuldiger zijn in balbezit. Daarvan iets rustiger worden. Want we willen allemaal met 120 kilometer, omdat je misschien ogenschijnlijk dat je beter bent. En dan willen we allemaal in het hoogste tempo, willen we op een gegeven moment naar die goal toe. En daar moeten we wel aan werken, want dat kost enorm veel kracht. En dan zie je op een gegeven moment, dan worden die ruimtes tussen de linies te groot. Ja, en dan is dat onze keeper ons nog redt, want voor hetzelfde geld wordt het 1-2 voor hun. En dat is wel een punt waar we aandacht aan moeten besteden, door we wel in die posities blijven. Door we niet op een gegeven moment allemaal naar voren toe gaan lopen. Dat is echt een punt wat beter moet. Uit deze wedstrijd moeten halen, wat is het dan? Nou, ik vind, qua werklust kan je die jongens absoluut helemaal niks kwalijk nemen. Want ze hebben gewerkt wat ze erbij neervielen allemaal. Dus wat dat betreft denk ik van ja, prima. En dan denk ik ook wel dat uiteindelijk die einduitslag terecht is. We zijn nog niet zo ver dat we die wedstrijd dusdanig kunnen domineren. En dat kan eigenlijk alleen maar als je snel scoort en dan vervolgens misschien die tweede maakt. Ja, dan kan je de wedstrijden controleren. En ja, zover zijn we nog niet. Dus even een paar extra afwerkoefeningen deze week en dan 3 punten de volgende keer. Ja, nou, daar gaan we wel vanuit natuurlijk. Maar ja, als je ziet in het afwerken, dan schieten die jongens alles erin. Alleen ja, een wedstrijd heb je ook te maken met een tegenstander. En dan wordt het toch even anders natuurlijk. Maar dat weten de jongens zelf ook wel. Ja. Nou, dankjewel, succes. Dankjewel.